Langzaam zou het hier, hij loopt zo door die stad, langzaam zou het hier een soort Zuid-Afrika worden. Als Indianen zouden hij en zijn stamgenoten worden opgejaagd en uitgemoord. Hij was de laatste der Mohikanen, liep hier over de grond die hem eigenlijk al niet meer toebehoorde. Het was niet heel moeilijk om je dat te realiseren, om in te zien dat het einde naderde. En toch deed niemand er iets tegen. Verzette geen mens zich echt op wat potsierlijke populisten na. Maar ook die waren uiteindelijk toch weinig vitaal. Ja, dat het is vrij pittig. En een beetje zelfspot natuurlijk, hè? Want degene die dat schrijft is natuurlijk een politicus, ik. Ja. En mijn karakter heeft niet veel op met... dus ja, een beetje zelfspot. Uw karakter heeft niet veel op met? Met de politiek en met wat hij dan noemt. Hij zou denk ik... Ik denk dat mijn hoofdpersoon mij een populist zou noemen. Aha. En hij vindt dat maar niks. He, dus ja. Hij kijkt daar een beetje van weg. En ook een beetje zelfspot die je als schrijver misschien mag permitteren. Ja. Maar goed, het is een man die wel... Want kijk, ik hoop niet dat een onaangename opmerking is... maar als je hier schrijft, langzaam zou het hier een soort Zuid-Afrika worden... als Indianen zouden hij en zijn stamgenoten worden opgejaagd en uitgemoord. Hij was de laatste der Mohikanen. Dat klinkt natuurlijk toch ook een heel klein beetje als uitspraken... waar je eerder als politicus wel mee in opspraak bent geraakt. Hè? Van, kijk uit dat Europa niet een soort... dat het niet een soort de homeopathische verdunning... zeg maar, eerder gezegd. Kijk uit dat het witte ras niet langzamerhand verdwijnt. Zit dat hierin? Nou, ik denk dat mijn hoofdpersoon denkt na over de wereld. En over de wereld van nu. En natuurlijk komt daar ook het grote thema van onze tijd. Immigratie en integratie en alles wat daarmee samenhangt langs. Maar wat ik denk dat hem echt anders maakt dan mij als politicus... en ook die generatie ook anders maakt dan wat ik probeer te doen... is dat hij wordt verscheurd. Je leest nu iets voor waarin hij eigenlijk doorschiet naar de ene kant. Ik wil ook een klein stukje voorlezen. Zal ik een stukje verder gaan? Nou, zeg ik, hij komt op een gegeven moment zit hij bij een zwarte ober. Ja, die kwam naar zijn tafeltje, een Senegalees vermoedelijk... maar misschien ook Ethiopisch. Direct werd Philippe overvallen door een immens schuldgevoel... Wat had hij zich zojuist nog allemaal gepermitteerd? De kritiek op immigratie, de blasfemische gedachten over de oorlog, over Amerika. Hij stond toch zeker wel aan de goede kant van de geschiedenis? En ik denk dat dat heel kenmerkend is voor de generatie van de babyboomers. Aan de ene kant heb ik bij hen vaak een soort onbewust westerse superioriteitsdenken gezien... waarbij ze van een soort vanzelfsprekendheid uitgaan van Europa en de oude wereld. En aan de andere kant kunnen ze helemaal omslaan in een soort... schuldgevoel, in een totale machteloosheid ten opzichte van de problemen die zich aandienen. En ik denk dat dat dilemma heel herkenbaar is voor heel veel mensen die nou ja, van na de oorlog, zeg maar, van de naoorlogse generatie van de jaren 60. En heb je dat zelf ook, of niet? Nou, ik ben natuurlijk een beetje jonger. Nee, maar dat doet er verder niet toe. Nee. Heb je dat zelf ook? En dus veel minder. Ik denk dat mijn generatie, en ik ook, aan de ene kant minder in de oude wereld leven. Wij zijn opgegroeid met immigratie. We zijn opgegroeid met een diverse samenleving. Dus aan de ene kant zijn we minder verbijsterd over hoe de wereld veranderd is. Aan de andere kant denk ik dat we ook ons minder alsmaar schuldig voelen... en hardere standpunten durven in te nemen over integratie... over het beperken van immigratie enzovoort. Dus ik denk dat het conflict... Maar ik vroeg het niet over anderen, ik vroeg het over u. Heeft u schuldgevoel over wat u denkt? En uitdraagt met dat Forum voor Democratie? Nee. Nee? Hoe lang is het vol te houden om de twee personen te zijn eigenlijk? De auteur van een roman en de politicus die zich altijd tot feiten moet beperken. Oh, dat is geen enkel probleem. Je kunt heel goed personages in het leven roepen... die met dilemma's worstelen, die helemaal niet per se... Maar is de politiek dan niet van jouzelf zijn? Op een gegeven moment, of al snel? Ja. Ik denk dat de... Ja, ja. Ik denk dat het project dat wij... allemaal dingen bij doen. Ik denk dat het project dat wij gaan doen, Forum voor Democratie... namelijk het herstellen van de democratie in Nederland... een ongelooflijk spannend project wordt. En dat gaat denk ik beginnen als we de meerderheid in de Eerste Kamer... kunnen afnemen van het huidige kabinet. Dat gebeurt in maart 2019. Dan gaan wij winnen in de Eerste Kamer. Maar herstellen van dan... de democratie? Dat moet snel. Ja, wat is er met... Precies. Is de democratie... Ook kapot? Dat ga ik je uitleggen als je bij ons op de fractie langskomt. En we daarop... Nou, ik ga we misschien gaan we nu weer terug naar de roman. Dat is goed, geloof ik inmiddels. Ja, misschien is het toch wel gezellig als je daar... Gewoon nou, gezellig weet ik niet zeker, maar het is misschien wel interessant. Neem een camera mee. Ik wil, kijk...
Er wordt natuurlijk zeker... je houdt ook van provoceren. Je vindt het ook leuk om je zoekt de provocatie. En als je hem niet gezocht hebt, ga je hem zeker niet uit de weg. Dus ik wil nog een klein stukje voorlezen. In een van de vorige boeken werd in ieder geval jouw hoofdpersoon nogal wat vrouwenvriendelijkheid verweten. Nu zijn we weer even in Parijs. De lofzang over Parijs gaat werkelijk over alles, zelfs over het brood. Hoe over werkelijk alles was nagedacht in deze stad. Zelfs de stokbroden die langwerpig in lijn met de gevels en de ramen vier gebalanceerd rechtop bleven staan. Ja, hoe het bakken van het brood in essentie toch een vrouwelijke activiteit via de baguette tot een ode aan de mannelijkheid was getransformeerd. Zie je wel dat hij eruit moet? Ja. Ik zou in dat programma stappen ook even. Ja. Ja. Is er nog...